Kadertraining LVV'ers voor betere beleidsuitvoering. Vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij uit de private sector en aanverwante organisaties zijn momenteel in het buitenland voor het bijwonen van een landbouwseminar. Voor een adequaat en efficiënte uitvoering van het beleid is het trainen van kader een prioriteit bij de overheid en met name bij LVV. Minister Rabin Parmisser benadrukt dat vooral hoger kader noodzakelijk is. Naast kundigheid en kennis is ook het bijscholen van het kader nodig, gezien de wereld steeds aan het veranderen is. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.